En welkom bij Emergency 4. De eerste aflevering. Vehicle fire caused by a technical defect. Extinguish the fire and if necessary treat all casualties and take them away. Ja, inderdaad, maar het geluid staat nog wel heel erg hard. Ik weet niet of dat... Ik ga even kijken of ik dit kan aanpassen. Zo. Zo. Hoppakee, oké, okay, even kunnen verder. Even kijken, wat is er aan de hand? Er is een... Oh ja, wacht even. Dit is nog de ouderwetse game instellingen. Nou, we hebben hier een brandweerwagen. En we hebben een autobrand, Dimmy. Oh. Oh, en ik moet zeggen, dit is toch weer lekker helemaal ouderwets heerlijk. Kijk, dit werkt allemaal veel sneller weer. Lekker die graphics van 2006. Heerlijk. Heerlijk. Mis alleen nog één ding, dat is Windows XP. Missen we dan alweer. We hebben nog steeds niet aan de praat gekregen dat ik ook mee kan doen met Emergency 4. Nee, ellende, ellende. Ellende, maar dat komt nog wel. Zo, nou, we zijn er. Ja, het is niet onmogelijk dat ik mee kan doen. Je zou het bijna denken, hè? Ja. Oh, heerlijk dat dit weer allemaal lekker snel werkt. Heerlijk gewoon. Ja, ik vond het wel een goed idee. Het was jouw idee, hè? Ja, op een maandag Emergency 5 en op de dinsdag Emergency 4. Heerlijk, die ouderwetse... Ja. Is toch leuk? Ja. We moeten eigenlijk ook nog eens een keer een dag dan hebben met Emergency 3, maar dat is wel heel erg... Te veel van het goede. Dat is wel te veel van het goede, ja, inderdaad. Dus we gaan wel heel erg ver terug in de tijd. Dat is meer dan 10 jaar geleden. We kunnen het misschien een keer als special doen. Ja, inderdaad, maar... Het ziet er niet uit, je hebt ook alleen maar de standaard mod, dus Hier, ik kijk hier toevallig op het verpakking en er staat dat je 512 MB RAM nodig hebt. Waar heb je het nou tegenwoordig nog? Als je zo weinig nodig hebt. Dat is helemaal niks. Nee, inderdaad. Als je zo'n een computer met 500 RAM hebt, nou dan Ik wou zeggen. Komt het niet goed? Ja, in eerste instantie zou ik de aflevering opnemen, maar ja, opnameprogramma waar ik mee werk, dat zo is een kuren, dus. Ik kan zeggen, maar ik heb in die tijd gedoucht, gegeten en alles, en in die tijd had Dimmy het nog niet voor elkaar gekregen. Ik zei, nou, dan doen wij het wel voordat de aflevering niet op tijd online komt. Nee, precies. Ja, ik had alles klaarstaan. Alleen jij kwam weer niet binnen. Nou, de eerste missie is volbracht. Heerlijk weer. Lekker dat snelle... Die snelle games. Heerlijk. Ja. Ik moet toch maar een keer een mengpaneeltje kopen. Lekker is dat, hoor. Ja, ik weet ook niet. En als je mij vraagt, Emergency 4, de beste werkende mod, dan is er toch nog wel deze, de Los Angeles mod. Je zei toch ook dat ze Nederlandse mods hadden? Ja, maar die werken niet heel lekker. Oh, wacht even, we hebben hier weer een brand. Heb je dan ook een politieauto in Nederlands? Ja. Dat is wel vet, toch? Ik weet alleen even niet meer hoe je... Ah ja, dat was hem. Je scherm draait. Kijk, er moet hier ergens een brand zijn. En ik weet dat precies hier bij missie 1 ook een brand is. We gaan even kijken of we het gelijk met dezelfde brandweerauto kunnen oplossen. Heerlijk, kijk eens, dit werkt weer lekker ouderwets snel. Wacht even, dit is ook al heel lang geleden voor mij. Volgens mij moest ik het even anders doen, volgens mij moest ik het zo doen. Maar ik weet dat dit gebouw, daar moeten we wel even... Volgens mij kan ik geen gaspak aandoen. Of een ademluchtbescherming. Kijken of dat kan. Oh ja, toch wel. Ja hoor, tuurlijk.
Kijk, dit is weer ouderwetse, kan je zeggen, ouderwets gezellig en lekker. Kijk eens even, kijk, hier zijn nog twee mensen. Hopsakee, deze die mogen blussen. Kijk, dit gaat weer lekker snel. Oh, hier zit ook nog iemand. Nou, en er was hier ook nog iets. Oh, er is hier iemand aan het vechten. Aan het rammen. Kijk, maar hier kan je nou weer een flinke hoge score mee halen. Kijk, nou kan ik het de schuld niet aan het spel geven. Zo, is hier nou nog steeds aan het fikken? God, nog steeds, joh. Fik de boel af? Nee, er staat een... Kijk, oh, hij is al opgelost. Niet meer nodig. Het ziet er niet zo mooi uit als Emergency 5. Nee, maar voor een spel van 2006. Zo, nou, we hebben hier nog wat dingen die we moeten oplossen. Ah, hier is diegene. Kijk, dit vind ik helemaal mooi. Kijk, voor een spel van 2014 ziet Emergency 5 er niet echt heel geweldig uit. Klopt, maar voor 2006, ik zeg van, mwah, nou. Best aardig. Zo, nou, we hebben degene opgepakt. Er moeten alleen nog wat extra ambulances komen, want... 4 gewonden is wel wat. Kijk, dit gaat toch allemaal veel sneller dan dat... Kijk, hoppakee, hop, 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 ho. Oh, wat doe ik nou dan? Wat gebeurt er? Oh, nee, nee, toch niet. Ik had even vergeten om een koffer te pakken. Kijk, hopsegeetje zeggen we dan. Medical emergency. Someone has suffered a severe heart attack. Treat and take the victim away. Yes. Roger. Hebben we hier dan een medische melding? Oh, en ik heb dat zo gemist, hè, deze versie. Kijk, die werkt gewoon veel, veel beter. Oké, okay, we hebben hier weer een melding. Oh, en een auto die in de fik staat. Ik hoop dat we dat nog gaan halen, ja... Oh, wacht. Zo, nou kijk, dit gaat weer ouderwets gezelligheid. En Dimmy. Ja? Ik hoop toch wel dat we snel dit spel samen kunnen doen. Van, Dat lijkt mij heel leuk, ja.
moet je even de provider bellen voor uitleg. Ja, ik denk dat ik het morgen maar eens even moet doen, ja. Kijk, hoppakee, makkelijk bij die meldingen. Provider op een donder geven. Ik wou zeggen. Poort die niet open kan zetten. Kijk, zo. Geen plek, no space at the fire station. Er is geen plek op brandweerpost. Nou, ik zie toch duidelijk plek. Ik zou wel aan mij liggen. Attention, there are reports of a fire, probably caused by a discarded cigarette. Extinguish all fires. Hey, kijk, je moet hier ook op een of andere manier. Oh, wacht. Mensen extra kunnen oproepen. Kijk, hoe moest dat ook weer? Oh, volgens mij. Oh ja, kijk. Kijk, hopsakee. Twee extra mensen oproepen. Zo! Nou, dit is een flinke fik. De plaatselijke hotdog donutkraam staat in de fik. Midden op straat zeker. Ja, zo ongeveer. We zullen nog wel even wat extra lang sturen. Maar gelukkig is dit wat makkelijker met blussen dan die andere. Emergency 5, die kan je maar met. Heb je maar 3 mensen in zo'n brandweerwagen? Deze kan je volgens mij van 6. Ja, 6 kan je erin doen. Wat eigenlijk ook gewoon normaal is. Kijk, hopsakee. Zo, nou. Oh! Hij breidt alleen maar verder uit, joh, die brand. Wist je dat je hier ook een zo'n luchtvliegtuig hebt? Zo'n blusvliegtuig? Ja, wacht, ik ga hem er hier eens overheen laten. Hè? Dat is wel vet, toch? Ja, ik ga hem er hier eens even overheen laten. Dat kost wel een berg met geld, maar ja. Geld moet rollen, zeg ik altijd. Nou, ik hoop dat snel die andere bluswagen komt, want dit duurt wel heel lang. Zat heel. Oh, kijk! Hoppakee, vliegtuig gaat er overheen en het is klaar. Toch handig, hè, zo'n vliegtuig? Ja. Nou, we hebben een verkeersdienst dingen. Ongeluk. Yes. 10-4. 10-4. Roger. Roger. Yes. Roger. Nou.
Kijk, dan gaan we het hier nog eens druk krijgen. Mooi toch? Ja, precies. Volgens mij zijn er een hele hoop ambulances bij het ziekenhuis aan het chillen, want ik weet niet waar die nou naartoe gaat. Oh, hier hebben we nog een brandje. Zo, nou. Nou, we wachten op het voertuig die de dingen kan openknippen. Ik hoop dat hij nog ergens komt. Halen bij de base, bij de base. Even kijken. Ah, hij is er. Kan je zeggen. Nou, allemaal ambulances die komen niet meer terug op hun plek. Dat is toch raar? Oh wacht, die zijn hier verrekt gewoon rondjes aan het rijden. Zijn ze rondjes aan het rijden? Ja, ik weet ook niet waarom. Wat een gek, hè? Kan toch niet? Roger, Roger. Ik hoor niet van de irritante stem. Ik weet niet of je het geluid uit hebt gezet van mij of jij geen stem hoor. Oh. Ik hoor geluid, maar dan is dat hij misschien heel zacht ingesteld. Weer op brand. De fik erin. De fik erin. Hoor je echt geen geluid? Ja, ik hoor een ambulance, maar ik hoor geen stemmen. Oh ja, die zijn heel zacht ingesteld volgens mij. Oh. Het is
is wel beter. Ik vond bij Emergency 5 maar irritant worden. Ja, maar die zeggen ook elke keer hetzelfde. Deze niet. Ja, ik weet niet. Nou, we hebben weer een gebouwbrandje. Leuk, een gebouwbrandje. En dan denk ik dat het, als we dit, die melding opgelost hebben, dat we dan alweer aan het einde zijn van de melding, van de video. De video. De melding. Maar ik denk dat we dit er vast al in kunnen doen. Dinsdag Emergency 4. Ja, is ook wel leuk. Ja. Zie je niet veel op Nederlandse gamekanalen? Nee, je ziet het allemaal in Duits. In Duits, ja. Ik denk Emergency 4 zeker in Duits alleen. Zo, hoppakee. Hoppakeetjes. En jij kan natuurlijk niet meedoen, dus ik ben ondertussen gelijk de video van morgen aan het renderen. De Farming Simulator. Kijk, dit is toch echt... lekker werk, hè? Ja. Ik vind het een leuke hobby, editen. Ja? Ja. Ja, jij wel. Jij niet? Nou ja, we hebben iedere zijn taak, hè? Jij bent meer van het opnemen, hè? Ja. Oh, dat is makkelijk, die auto's die gewoon... op de sloop staan, die gaan automatisch, of die verrot zijn, gaan automatisch weg volgens mij. Handig toch? Ja. Nou, kunnen die terug. Die kan terug. Oké, dat ik één te veel heb opgeroepen, maar... zo. Oh, heel het huis staat in licht te laaien! Hoe kan dat dan weer? Dat ik er niet op tijd bij ben geweest, denk ik. Oh, dat is balen. Zo, hoppakee. Zo! Alles staat in lichte laaien. Twee huizen. Wacht, ik laat gewoon die blusding er weer overheen komen, joh. Lekker makkelijk. Hoppakee. Het vliegtuig komt eraan, hoor. Oh. Nou, de eerste dooien is binnen. Dat is jammer. Alles staat in lichte laaien. Lichte laaien.
toch gek van? Waarom praten we eigenlijk daar altijd zo raar mee? Door Tinny, hè? Ken je die ook, Tinny en Lau? Ja. Ja, we hadden een keer kwamen we een film tegen van Tinny en Lau. Dat hadden we heel lang niet meer gezien en toen dachten we, ja, die praten wel leuk. Toen gingen we het een beetje nadoen, toch? Ja! Moet je maar eens opzoeken, Tinny en Lau. Ja, of niet. Of je vindt, als je het niet lachen vindt. Nee. Nou. Als je niet tegen schelden kan en met ziektes erin. Dan kan je beter niet kijken. Nee, er wordt wel veel gescholden. Ja, dat kan eigenlijk niet, hè? Nee, op zich niet. Maar ja, op de manier hoe ze praten, dat is wel lachen, toch? Ja, echt Rotterdamsje. Ja, joh, joh. Er staat nog één stuk in de lichte laaien. Lichte laaien. Nou, die dooi laten we lekker liggen. Vind je daarvan? Zo, en als we deze melding gehad hebben, dan is het einde van de video voor vandaag. En die was een stuk korter dan de vorige. Ja, die volgende incident laten we lekker doen. Kijk wat het is. Maar is het niet eens een spannende melding? Oh, eentje die gevallen is. Nee, die laten we lekker liggen. Die heeft pech gehad. Nou, dan willen we je bedanken voor deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Weer is ouderwets Emergency 4. Vind je hem nou leuk? Vergeet hem dan niet te delen. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Abonneren. En heel de reut met uit. En om nog een keer af te sluiten zeggen wij met z'n tweeën. Doei. 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 Oh, staat die hele vette auto. Oh. Oké, die staat er nog mooi op. Doei.